Ja, dames en heren. Dit is natuurlijk, denk ik, een fenomeen. En moet ik natuurlijk laten zien aan jullie dadelijk. Dit paard heeft voor mij heel veel sympathie. Dit paard heb ik zelf ook gewoon niet zo'n eerste doen. Hij heeft bloed. Hij heeft temperament. Hij heeft reflex. Hij heeft vermogen. Hij heeft alles wat een springpaard moet hebben. Zo hebben we hem gezien als vierjarige. Zo hebben we hem gezien als vijfjarige. Dit is gewoon een toekomstig Grand Prix-paard. Wat heel mooi. Vriendelijk op voorgesteld door Sonja die hier liggen, dat zien hoe fijn ze dit paard op een eerlijke manier heel mooi door het lichaam laten lopen, een beetje zijgangen, de paard laat zich bewerken, de paard heeft rijkwaliteiten, de paard heeft natuurlijk een heel groot lichaam, maar laat zich daar ook heel makkelijk bewerken. En voor dit paard nou hier binnenkomt, is zo bezig al met zijn werk, komt echt binnen. En zegt van hier ben ik en dan geeft hij zich over en laat zich bewerken. Dit paard galoppeert van de grond, lichtvoetig, heel powerful, heel veel uitstraling, kracht. Dit paard is natuurlijk een moeilijk klein pakje. Het is natuurlijk in een paar groepen gewoon aan de andere kant, maar dit paard kan toch heel goed schaken. Oké, Sonja, wij zijn er klaar voor. Mooi even om het gemak over het veld te maken. Kijk, heel dankbaar voor de lichaam. Kijk hoe makkelijk het paard het doet. Door zijn lichaam, goed in het voorbeen. Even een volgtje.
Goed. Kijk, we zijn geweldig. En dit is ook een internationaal springbaar waar we over 2 jaar heel makkelijk over een heel erg grote prijs gaan springen. Kijk, dan kan Bart Sting wel al in Palm Beach zijn, maar deze die gaat misschien wel over de 3 jaar naar de Olympiade. Dat zie ik hem zomaar springen. Deze kan overal. Sonja, bedankt. Geweldig. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie ook allemaal aan de kijkers van de meneer Reinie. Jullie gaan geweldige hengsten laten zien vanavond. Ik heb tenminste genoten van een paar geweldige springpaarden. En die zeker op één van de mensen jullie zal moeten passen. Want dit is zijn hengsten die de fokkerij gaan verbeteren. Dank u wel voor jullie aandacht. En ik geef het woord aan Reinie.